Hello, mijn naam is Dominic en dit is Security Enhanced Linux Beleid Beheer Opleiding Evaluatieversie. Even een korte inleiding. De evaluatieversie van de SU Linux Beleid Beheer Opleiding duurt de volle dag en bestaat uit 6 blokken. En deze blokken sluiten in volgorde op elkaar aan. De evaluatieversie is een samenvatting van de volle versie. En de volle versie van deze opleiding duurt een volle week, een hele week. Dus dat is gewoon 7 volle dagen keihard werken. Dus je kunt je voorstellen dat deze samenvatting een hele hoop informatie... niet heeft. Nou, even een paar disclaimers. Ik ben geen NSA fanboy. Ik ben alleen heel erg geïnteresseerd in deze technologie, omdat het, ja, ik was voordat SU Linux bestond, was ik altijd aan het prutsen met T-Roots en allerlei andere dingen om de boel maar een beetje veilig te krijgen. En nou ja, toen SU Linux werd geïntroduceerd, toen was ik, was ik geïnteresseerd in manieren om ja, de boel veiliger te krijgen, om het zo maar eens te zeggen. En na een beetje studeren van SU Linux kwam ik erachter dat het eigenlijk een geniaal idee is. En het is op een geniale wijze geïmplementeerd. En ja, het lost gewoon... Het helpt gewoon met het oplossen van een hele hoop problemen. Dus daarom ben ik altijd sinds die tijd gewoon altijd op verbonden verbleven met het project. En en daarom probeer ik de kennis die ik heb nu te delen met anderen. Ook omdat tegenwoordig is Linux vrij populair. De meeste mensen hebben een Android-telefoon en draaien Linux zonder dat ze het weten. En we komen nu op een moment dat een hele hoop mensen dadelijk SU Linux aan hebben staan op hun Android-telefoons. Dus ja, het is misschien wel een goed moment voor veel mensen om even te leren wat het nou precies is en dergelijke. Dus vandaar dat ik, dat ik het idee heb had om een opleiding te geven. Want deze informatie die ik hier in deze opleiding zeg maar deel, is eigenlijk gewoon allemaal te vinden op het internet. Alleen het probleem is dat om de puntjes bij elkaar te knopen is heel erg moeilijk. Want je moet natuurlijk wel de ruis van de informatie kunnen onderscheiden. En ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Er zijn wel bepaalde bronnen die je gewoon kan vertrouwen en die wel gewoon alleen goede informatie verstrekken. Maar dan nog is het ook is het gewoon moeilijk om zeg maar de puntjes aan elkaar te knopen. Omdat de informatie overal verspreid is. Er zit geen flow in. De informatie die je krijgt, er wordt gewoon een hele hoop informatie naar je toe gegooid en je moet dan zelf maar het begin zoeken en dan kijken hoe het op elkaar aansluit. Dus ik probeer dat, die ellende probeer ik mensen te besparen door zeg maar de belangrijke gegevens eruit te pikken en die dan te ordenen en dan zeg maar om bij het begin te beginnen en dan langzaam op te bouwen, zodat het voor jullie geen 10 jaar duurt voordat je het helemaal onder de knie hebt, maar een week. In plaats van, ik heb er zo ongeveer, ik doe het nu zo ongeveer 10 jaar, denk ik. De SU Linux is dit jaar 10 jaar geworden. Dus ik ben al zo ongeveer 10 jaar verbonden met het project. En ik leer nog steeds bij. Dus ik wil maar zeggen dat het een hoop werk kan schelen als je het op deze manier kunt leren. Maar moet wel even gezegd worden dat... Wil je dit kunnen begrijpen, dan heb je wel een bepaald
niveau nodig. Je moet wel kunnen opereren op een GNU Plus Linux beheerniveau, professioneel beheerniveau, wil je het kunnen begrijpen. Hè? Want ja, uiteindelijk gaat het toch over de Linux kernel, de Linux kern. En ja, dan moet je toch weten hoe dat zo'n beetje werkt. En vandaar dat ik dat toch een vereiste vind. Strikt is het niet noodzakelijk, want ik heb het ook eigenlijk op de andere manier geleerd. Ik heb eerst SE Linux geleerd. En ja, naarmate SE Linux leerde mij dingen over de Linux kern. En met die informatie heb ik weer meer over SE Linux geleerd. En zo ging het back and forth, van heen en weer. Maar ja, dat heeft me dus wel 10 jaar geduurd. Dus wil je gewoon een beetje efficiënt zijn, dan is het gewoon fijn dat je gewoon eerst weet hoe Linux werkt. En dan dat je dan nu kan focussen op SE Linux en dat je gewoon gelijk het verband ziet. En dan, ja, dat scheelt gewoon een hoop tijd. Dus vandaar dat ik zeg van, kennis van GNU Plus Linux beheer op professioneel niveau is een eerste vereiste. Dat is gewoon voor jezelf het beste, als je die kennis al hebt. Anders dan wordt het gewoon een beetje chaotisch, om het zo te zeggen. Nou ja, in ieder geval, voordat we aan het eerste blok gaan beginnen, moet ik je eerst even introduceren in wat algemene termen die worden gebruikt in de beveiliging. Want uiteindelijk gaat het hier gewoon om beveiliging van Linux besturingssysteem. Dus je hebt hier te maken met drie specialiteiten. Eerst moet je weten wat is beveiliging. Die specialiteiten moet je een beetje hebben. En daarna moet je weten, oké, hoe werkt de kernel? Nou, daarom zeg ik van het dat je die vereisten moet hebben om in ieder geval te weten hoe Linux werkt op professioneel niveau. En daarna moet je gewoon de technische ins en outs weten van SE Linux. En dat is waar dit over gaat. Nou ja, en aangezien, dus voor wat betreft Linux beveiliging, is het minste wat ik kan doen, is in ieder geval een inleiding geven in wat belangrijke termen voor wat betreft beveiliging. En dan hoop ik dat je zelf ofwel al het een en ander weet over beveiliging, en dan met name beveiliging van computersystemen. En dat je en als je dat nog niet weet, dat je dat dan later leert. Maar in ieder geval dus wat termen. De eerste term die je me vaak zal horen zeggen is de term entiteiten. Een entiteit is of een actieve entiteit of een passieve entiteit. Een actieve entiteit is, je zou kunnen zeggen, een levend iets. En een passieve entiteit is een dood iets. Zo zou je het kunnen stellen. Het is natuurlijk technisch gezien is het niet de juiste omschrijving. Maar actieve entiteiten doen dingen. En ik noem ze ook wel eens subjecten. Dus je zal soms dan noem ik ze actieve entiteiten. Soms noem ik ze subjecten. En soms zelfs noem ik ze nog andere dingen, maar daar probeer ik je van te besparen. En dat probeer ik ook niet te doen in deze cursus. En passieve entiteiten, dat zijn, die noem ik ook wel eens objecten. En dat zijn, dode entiteiten. Die entiteiten die niks doen. Je kan wel wat, een actieve entiteit kan wel wat doen op een passieve entiteit. Maar een passieve entiteit doet niks, dus die kan nooit iets doen op een actieve entiteit. Dat is gewoon een heel belangrijk concept, actief en passief. En, maar een Linux systeem is gewoon eigenlijk een collectie van entiteiten, meer is het niet. Actieve en passieve entiteiten, dat is een Linux systeem. Dus dat ook eventjes in verband met Linux en beveiliging. Dus dan hebben we dat uit de weg. En dan zul je me ook wel vaak horen hebben over bronnen en doelen. En dan bedoel ik daarmee bronentiteiten of bronsubjecten. Want een bron is altijd actief. En een doel kan zowel een actieve entiteit zijn als wel een passieve entiteit zijn. Dus dat hoeft niet zozeer een actieve entiteit te zijn. Maar bronnen opereren op doelen. Of hebben interactie met doelen, een van de twee. Maar een bron is altijd actief, want een bron doet iets. En een doel hoeft niet per se iets te doen, maar kan wel iets doen. Dus bronnen en doelen.
ook heel belangrijk, zowel in Linux als wel in de beveiliging. Interactie. Interactie is interactie tussen twee of meer actieve entiteiten. Dus met interactie bedoel ik iemand, bijvoorbeeld iemand zegt iets tegen iemand en krijgt een antwoord terug. Het feit dat iemand antwoord kan geven, betekent dat hij actief is. En het feit dat iemand iets vraagt, betekent ook dat hij actief is. Dus een interactie in een interactie zijn twee of meerdere actieve entiteiten. Dat is het verschil tussen een operatie. Een operatie heeft één of meerdere actieve entiteiten, subjecten, die opereren op één of meerdere passieve entiteiten. Dus een operatie, het doel van in een operatie is een passieve entiteit, is een object. En dat is wanneer ik refereer naar een operatie als het doel een object is. En ik refereer naar een interactie als het doel een subject is. Dus dat is wel even gewoon belangrijk dat je dat ook even weet. Beveiliging is het beheersen van risico door interacties en operaties in goede banen te leiden. Dat is beveiliging in een notendop. Dat is ook wel fijn om dat eventjes te vermelden. Dus het gaat eigenlijk alleen om het in goede banen leiden van interacties en operaties. En dan zijn er nog wat andere termen die je waarschijnlijk wel hoort noemen. Dat is beleid, bestuur en handhaven. Nou, handhaven, dat is kunnen we misschien de politie handhaven. En besturen, dat doen nou ja, bestuurders. En beleid, dat is wat beleidsmakers maken. Het wetboek en dat soort zaken al allemaal. En dat is dan een beetje zo in een notendop beveiliging. In ieder geval de termen die ik waarin naar ik refereer vaak. Dus hebben we dat uit de weg. En dan wilde ik het ook nog even bijvoorbeeld al hebben over traditionele Linux beveiliging. Linux is gebaseerd op Unix. Unix is een besturingssysteem ontworpen door onder andere Ken Thompson en Dennis Ritchie in 1969, maar liefst. Dus Linux is eigenlijk gebaseerd op een systeem dat is ontworpen in 1969. Dat is al zo lang geleden. Het traditionele Linux beveiliging. Traditionele Linux beveiliging is gebaseerd op een beveiligingsmodel van vrijblijvende toegangscontrole, gebaseerd op identiteiten. Dus alles staat of valt met identiteiten. Nou, ik ga ervan uit dat je bekend bent met traditionele Linux beveiliging, omdat dat toch wel een vereiste is. En dan weet je waarschijnlijk dat identiteiten de basis vormen voor het hele beveiligingssysteem, het traditionele beveiligingssysteem. Alle entiteiten worden geassocieerd met identiteiten en alle identiteiten hebben eigendommen en kunnen de beveiliging ook van die eigendommen beheren. Maar dan gaan we een beetje te ver, denk ik. Het gaat er gewoon hier even om dat ik het in ieder geval heb genoemd. Vrijblijvende toegangscontrole gebaseerd op identiteiten. Het feit dat dat model al heel oud is, stamt uit 1969, als het niet eerder is. En het is gewoon ja, een beveiligingsmodel wat al heel oud is. Computeromgevingen zagen er in 1969 gewoon heel anders uit dan vandaag. Tegenwoordig heeft bijna iedereen toegang tot computers en tot netwerken van computers. En in 1969 was dat echt beperkt tot academici en waren er gewoon nog niet zoveel computers. Dus en nou ja, het internet, dat was natuurlijk. Of ja, netwerken was natuurlijk ook bijna geen sprake toen, volgens mij, voor zover ik weet. Toen was ik er nog niet in 1969. Dus, maar in ieder geval,
het is gewoon opgeschaald sinds die tijd. Daar komt het uiteindelijk op neer. Meer mensen gebruiken het, meer computers, meer netwerken. Netwerken worden groter. Dus ja, er is gewoon een hele hoop veranderd. En computeromgevingen van vandaag kun je gewoon niet vergelijken met computeromgevingen uit 1969. Dus dat wilde ik ook eventjes vermelden. En hoewel computeromgevingen zijn veranderd, vertrouwen veel mensen nog op traditionele Linux-beveiliging, ontworpen met verouderde uitgangspunten. Dus ja, dat oude traditionele beveiligingsmodel van vrijblijvende toegangscontrole gebaseerd op identiteiten is gewoon gebaseerd op verouderde uitgangspunten. En het is gewoon eigenlijk niet meer van toepassing. Hoewel sommige mensen daar niet mee eens zijn. Ik las onlangs een artikel van Richard Stallman. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Richard Stallman, Jeremy Hammond. Letter. Ik weet niet of ik het kan vinden hoor. Hier. Richard Stallman had een brief gestuurd naar de rechter van de zaak Jeremy Hammond. En Jeremy Hammond was veroordeeld voor het hacken van Stratfor. In ieder geval in de brief die zij heeft moeten lezen. En daar wordt echt, hier wordt gerefereerd. Naar hacker in de oude betekenis van het woord. Vroeger was een hacker iemand die nieuwe dingen probeerde te vinden. Tegenwoordig wordt de term hacker vaak ook gebruikt met internetcriminelen en dergelijke. En dat is altijd al een hele moeilijke discussie geweest. Van wat is nou een hacker? En de ene groep zegt van ja, hackers zijn juist hele slimme mensen die goede dingen doen. En andere mensen zeggen ja, hackers breken in computers met slechte bedoelingen en dat soort zaken. En ja, hier in deze brief dat de vreemde schoen toch wel een beetje. Want normaal ben ik het wel altijd met meneer Stallman eens. Maar in dit geval is het toch een beetje een vaag geheel. Want een hacker van toen in 1980, ik heb het hier ook bij me, het hier over 1980 in deze brief, denk ik. Zo ongeveer. Een hacker sinds 1971 en toen hij ging werken, daar was het, nou ja, ergens in de 70, 80 jaren, denk ik zo ongeveer. Dus een hacker van toen de tijd is niet hetzelfde als veel hackers van deze tijd. Maar je kan dat, het woord is gewoon, wordt gewoon te generalistisch gebruikt. Maar in ieder geval, het gaat er, wat hij hier zegt is, vroeger hadden we helemaal geen beveiliging. En toen hadden we helemaal geen beveiliging nodig, want de mensen deden geen slechte dingen. We gaven ze de vrijheid. Even kijken hoor. No one ever broke security on the lab system because we decided not to implement any. That decision was made by the original team members who became my mentors, was not taken lightly. It was the result of careful political and philosophical thought. Instead of keeping most users without privileges, which already sounds like a prison shackled, so that they could not hurt each other, we thought the lab members and guest users could learn to get along as a community, choosing not to hurt each other. And they did. Nou oké, dat in die tijd. In die tijd had er maar een heel beperkte groep mensen toegang tot netwerken en computers. En die mensen waren meestal vrij hoog opgeleid, neem ik aan. Dus maar tegenwoordig zit iedereen op computers. En heb je gewoon zitten er gewoon mensen die geen verstand hebben van computers, hebben toegang tot computers, die dus gewoon fouten maken, maar ook mensen die slechte bedoelingen hebben. En dus het is gewoon niet te vergelijken. Ik vind het een mooi stukje hoor, daar niet van, maar ik ben het er gewoon wat dat betreft niet mee eens. Je kan het niet vergelijken toen en nu. En het
de term, dat hij de term hackers erbij betrekt, is ook, ja, is toch ook dicey of zo, toch? Want hackers, we weten allemaal dat dat die term wordt gebruikt voor zowel goed als slecht, dus je moet er heel erg mee uitkijken. Maar het is een goede brief en ik ben het natuurlijk op zich met de bron van de brief ben ik het helemaal eens. Ik wil ook dat, ik vind ook dat Jeremy Hammond het voor het goede heeft gedaan en de goede hacker is. Maar ja, dat is natuurlijk niet, dat is niet voor iedereen het geval. Sommige mensen doen het ook voor eigen gewin. En dan is het weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, ik weet eigenlijk niet eens meer bij welk verband ik het heb gezegd. Oh ja, nou in ieder geval, ik vind dus wel dat SE Linux en andere verplichte beveiligingsmodellen van toepassing zijn tegenwoordig. En het is natuurlijk jammer dat het moet. Maar ja, fouten worden gemaakt is gewoon een feit in het leven. En ja, we moeten toch voor zorgen dat de schade van die fouten die mensen maken, dat het toch beperkt wordt. Dus ik zeg al, dat artikel is niet helemaal van toepassing. En ik ben toch blij dat we een beveiligingssysteem hebben zoals SE Linux. Om ervoor te zorgen dat de mensen niet eens de fouten kunnen maken. Dat we dat niet de gokken nemen. En dat we niet ervan uitgaan van dat mensen geen fouten maken. Want dat is natuurlijk vragen om problemen. Dus dat is een beetje over traditionele linksbeveiliging. Het komt er gewoon op neer dat het gewoon oud is. En het is gebaseerd op verouderde uitgangspunten. De computeromgeving uit die tijd, 1969, 70, 80 jaren, waren gewoon heel anders dan vandaag de dag. En omdat de computeromgevingen veranderen, moet de beveiliging natuurlijk wel mee veranderen. Anders dan... tegenwoordig hebben we veel belangrijkere informatie op computers en netwerken. En dat moet gewoon wel goed beschermd worden. Anders dan gebeuren er allemaal enge dingen. In ieder geval, dit is eigenlijk zo'n beetje de inleiding. Nu gaan we dan door naar blok 1. En ze Linux leren uitleggen aan anderen. Dat is wat is wat je moet kunnen doen. Ook je moet gewoon voor jezelf gewoon duidelijk weten waarom, wat is het en waarom gebruiken we het, wat doet het. Maar het is ook fijn als je het kan uitleggen aan je baas. Want ja, voor je baas is het alleen een kosten- en batenplaatje. En beveiliging is meestal in eerste instantie, net als verzekeringen, in eerste instantie betaal je groen en geel. Totdat er uiteindelijk eens een keer wat gebeurt. En dan ben je toch wel blij dat je een verzekering hebt. En hetzelfde is met beveiliging. En het is wel fijn dat je dat dan ook, dat je dat ook weet. Dat je weet dat het een investering is. En dat het vroeg of laat dat het zich terugbetaalt. Dus ja, we gaan hier gaan we in over het leren uitleggen aan anderen wat SE Linux is. En dan beginnen we met toen SE Linux in het jaar 2001 werd aangeboden op de Linux Kernel mailinglist. Om op te worden genomen in de Linux Kern, is er ook een stuk gepubliceerd met de titel The Inevitability of Failure, the Flawed Assumption of Security in Modern Computer Environment. En dus ik had hier een eentje neergezet om de link onderaan te plaatsen, ben ik vergeten. Maar in ieder geval, laten we dat eens even kopiëren en plakken, want het stuk is nog steeds gewoon te vinden op het internet. En er wordt best wel vaak ook naar gerefereerd en het is ook een stuk wat je eigenlijk gewoon op je lokaal op je schijf moet hebben en is goed moet lezen, want het is ja, het is een beetje een historisch stuk eigenlijk wel, voor in ieder geval voor beveiligingsmensen is het wel een historisch stuk, want het is eigenlijk het stuk wat bijgegaan is bij de introduceren van SE Linux. En dit is het stuk en dat zou je eens moeten lezen, het is gewoon op het internet te krijgen. Maar in essentie wordt er in dat stuk uitgelegd dat computeromgevingen veranderen en dat beveiliging van deze computeromgeving moet mee veranderen. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat is
En dat was toen in 2001, was het gewoon helemaal niet het geval. We zaten in 2001, zaten we nog met een beveiligingsraamwerk. Dat dateert uit de 60e jaren. Terwijl de omgeving al helemaal veranderd was in 2001, hadden we al, waren er al veel mensen aangesloten op internet. We hadden natuurlijk al een hoop commercie op het internet. Dus mensen waren al afhankelijk van het internet en van computers voor een levensonderhoud. Dus dat was echt een wake-up call. Te zeggen van jongens, we zijn afhankelijk van een model wat gebaseerd is op verouderde uitgangspunten. En dat gaat gewoon fout. En het ging natuurlijk al toen de tijd al heel vaak fout. Maar ja, op een of andere manier werd er toen pas actie ondernomen. En de basis wat er aangekaart wordt in dat stuk is dat... wat het verschil tussen de uitgangspunten van toen en nu is dat mensen maken fouten. Fouten maken is menselijk. En dat is iets wat we nu zeg maar onderkennen. En wat nu ook belangrijker is, omdat er gewoon veel meer mensen op het internet zijn. En dus veel meer fouten op het internet, op het netwerk, op de computers gebeuren. Dat is eigenlijk gewoon we onderstrepen van fouten maken is menselijk en iedereen maakt fouten. Maar daar moeten we mee om leren gaan, mee omzien te gaan. Dus wat we nodig hebben zijn veilige besturingssystemen die onontkoombare schade door menselijke fouten kunnen beperken. Dus we moeten computersystemen hebben die ervoor zorgen dat de schade die mensen toebrengen, dat die beperkt wordt. En dat is eigenlijk uitgangspunt. De uitgangspunten daarvan. Xilinx is gebaseerd op een beveiligingsmodel van verplichte toegangscontrole, gebaseerd op identiteit. Dus in tegenstelling tot de traditionele Linux-beveiliging, welke is gebaseerd op vrijblijvende toegangscontrole, gebaseerd op identiteiten, is Xilinx gebaseerd op verplichte toegangscontrole, gebaseerd op identiteiten. Dus dat is het verschil. Xilinx is een optioneel en additioneel Linux beveiligingsraamwerk. Dus het is ook wel belangrijk om dat even goed te realiseren dat het optioneel is en additioneel. Dat betekent dat traditionele Linux beveiliging kan worden gecomplementeerd met Xilinx. Kan en gecomplementeerd, dus het hoeft niet. Het is optioneel. En gecomplementeerd additioneel. Dus het is een add-on, om het zo maar in het Engels te zeggen. Traditionele Linux-beveiliging ligt bovenop de stapel van Linux-beveiliging en daaronder kan Xilinx liggen. Verplichte toegangscontrole kan vrijblijvende toegangscontrole aanvullen en zelfs overstemmen. Dus je moet het zien als een stapel en bovenaan die stapel ligt de traditionele Linux-beveiliging. En daaronder Xilinx. En zodra er dus toegang wordt gevraagd, wordt eerst bovenaan de stapel gecontroleerd. Mag het volgens de traditionele Linux-beveiliging. Daarna wordt het aan de onderste stapel gevraagd. En de onderste stapel heeft het laatste woord. En dat is dan ook gelijk de verplichte toegangscontrole. Dus het uiteindelijk... is de verplichte toegangscontrole degene die het laatste woord heeft. Maar niet het eerste woord. En dat is ook heel belangrijk om dat goed te begrijpen hoe dat werkt. Dat het twee lagen zijn. En hoe die controle gaat. Eerst de bovenste laag, dan de onderste laag. De essentiële doelstelling van Xilinx is om integriteit van entiteiten te handhaven op centraal niveau. Dat is eigenlijk maar één essentiële doelstelling. Er zijn meer secundaire doelstellingen, maar daar ga ik hier niet in deze
evaluatiefase ga ik hier niet op in, maar op de, in de volle versie gaan we echt alle doelstellingen van Azure Linux halen we aan. Maar de essentiële doelstelling van Azure Linux is om integriteit van entiteiten te handhaven op centraal niveau. En dan gaan we nu kijken hoe zich dat relateert tot, tot traditionele Linux beveiliging. Dus enerzijds is traditionele Linux beveiliging gedecentraliseerd of vrijblijvend voor subjecten. En is Azure Linux gecentraliseerd of verplicht voor objecten. Dus gedecentraliseerd versus gecentraliseerd en vrijblijvend versus verplicht. En dat is hoe de hoe Azure Linux traditionele Linux security beveiliging aanvult. Dus de tijden van vrijblijvendheid zijn voorbij en de tijd van gedecentraliseerde beveiliging is ook voorbij. Gaat nu allemaal, dat is nu gecentraliseerd, althans in essentie. Anderzijds is traditionele Linux beveiliging van grove korrel of heeft het, geeft het subjecten excessieve permissies. En Azure Linux van fijne korrel of geeft het subjecten alleen de permissies die strikt noodzakelijk zijn. Dus dat is weer een andere contrast. Oud was grove korrel, nieuw is fijne korrel. En oud was gaf subjecten excessieve permissies, dus meer permissies dan veel meer permissies dan ze nodig hadden. En in Azure Linux is het least privilege, noemen we dat. Alleen, we geven alleen strikte permissies die echt noodzakelijk zijn. Dus als je iets niet hoeft te doen, krijg je ook niet de toegang om het te kunnen doen. En dat zorgt ervoor dat fouten, dat de kans op fouten veel kleiner wordt. Want ja, het is de manier je kan doen, het is de manier die je fout kan doen. Dus dat, dit is eigenlijk gewoon de core. Ik ga er best wel snel overheen, maar dit is echt gewoon de basis, de essentie. En hier draait alles om. Om die kleine, om die paar regeltjes, krijgen we dadelijk het hele technische verhaal wat erachter zit. Dus Azure Linux onderscheidt zich op twee punten van andere optionele additionele beveiligingsraamwerken. Want er zijn meerdere optionele additionele raamwerken dan alleen Azure Linux. Op twee punten onderscheidt Azure Linux zich van die andere optionele additionele beveiligingsraamwerken. Het eerste punt is dat Azure Linux heel erg flexibel is vergeleken met andere systemen. Omdat Azure Linux veel toegangsvectoren biedt. Nou, wat een toegangsvector in deze context is, leren we later. Maar een toegangsvector, ja, het is gewoon een, als goed is een Nederlands woord. Misschien is het wel toegangsvector, ik heb het nog niet gecopyright. Maar ja, het is, misschien kun je googlen, toegangsvector, het zal wel niet. Toegangsvector. Toegangsvector. Ziet er niet echt uit als veiligheid toegangsvector illustratie. Het wordt wel genoemd toegangsvector. Maar ik kan nog niet echt illustratie van toegangsvectoren, verboden toegang. Ik denk niet dat ik zo gauw een goede verklaring daarvoor kan geven. Maar het zijn manieren om, om toegang te krijgen, denk ik. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar wat het later is, wat het echt precies is in technische, in relatie tot Azure Linux, leren we later. Azure Linux is erg configureerbaar door het mogelijk maken van te definiëren beveiligingsnamen. Zodat ook beveiligingsnamen, zodat ook tussen quotes. Omdat dat we dat precies gaan uitleggen in de context van Azure Linux later. Voor entiteiten.
En ze toe te wijzen en toe te wijzen beveiligingsnamen aan entiteiten. Dus wat Azure configureerbaar maakt, is dat we beveiligingsnamen kunnen aanmaken en die kunnen toewijzen aan entiteiten. Dus we geven het beestje een naam. We mogen het beestje een naam geven. En de beestjes, om het zo maar te zeggen, want een Linux systeem is gewoon een collectie van entiteiten. En wij mogen al die entiteiten een naampje geven. En dan tenslotte, Linux is geen totale oplossing. Het is een stuk gereedschap in de gereedschapskist van een Linux beveiliger. Het is echt maar één stuk gereedschap. Je kan niet alleen op S-Linux vertrouwen. Het is gewoon stom als je dat doet. Wat het doet, doet het goed. Maar S-Linux is, of Linux Security is nog veel meer dan alleen verplichte toegangscontrole gebaseerd op identiteit. Dus ja, dat moet je gewoon weten, anders gaan mensen je in de val leiden en gaan suggereren dat het een totaaloplossing zou moeten zijn. Maar dat is gewoon niet het geval en dat suggereren we ook helemaal niet. En ook een ander ding wat ook veel mensen tegen je willen gaan proberen te gebruiken is dat de Linux kernel niet voor zichzelf, voor haarzelf kan beschermen. Omdat S-Linux zelf deel uitmaakt van de kernel, van de Linux kernel. Dus remote root exploits, dat kan Linux, S-Linux kan daar niks aan doen. Want zodra de Linux kernel gecompromitteerd is S-Linux gecompromitteerd. Nou, in de praktijk met local root exploits kan S-Linux daar wel bij helpen. Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel, omdat ja, de naam zegt het al, local root exploit betekent dat je eerst lokale toegang moet hebben tot je systeem en dat je vanaf die lokale toegang de kernel compromitteert. Maar dat betekent wel dat je eerst daar naar de kernel toe moet kunnen komen. En het kan zijn dat SELinux dat blokkeert. En dan kan je dus ook de kernel niet compromitteren. Als je er niet kan komen, dan houdt het ook op. Maar in essentie is SELinux gewoon niet gemaakt om de kernel tegen haarzelf, voor haarzelf te beschermen. Dat is gewoon niet waar SELinux voor is. En er zijn mensen die proberen mensen te misleiden en te zeggen van ja, alles gaat over SELinux, maar er zijn zoveel root exploits en dat gaat gewoon door. En ja, dat klopt, omdat SELinux daar gewoon niet voor is. Dus dat gaat inderdaad gewoon door. Er zijn andere manieren om dat aan te pakken. En dan moet je vooral denken aan patch management. En dan is het gewoon belangrijk voor de Linux kernel ontwikkelaars dat ze zorgen dat aantal zwakheden in de kernel tot een minimum beperkt worden. En als er een zwakheid bekend wordt, dat ze zo snel mogelijk dichtplakken. En dan is het aan jou ook om zo snel mogelijk je kernel up te daten, zodat je die oplossing zo snel mogelijk hebt geïmplementeerd. Dat is zo'n beetje het beste wat je eraan kan doen. Er zijn ook andere oplossingen. Althans, ik heb het zelf nooit erg in verdiept, maar sommige mensen claimen dat GA Security helpt om de kernel tegen haarzelf te beschermen. Maar die patch is nooit opgenomen in de Linux kernel en dat zal dan wel voor goede reden zijn. Zal dan wel om goede redenen niet zijn gebeurd. Dus ik zou daar zelf heel voorzichtig mee zijn. Om dat te implementeren. Oké, nou dan doen we deze nog even snel. Blok 2. En dan sluiten we dan af en dan nemen we gewoon een pauze. Maar ja, we hebben in ieder geval hier nu, heb ik je geleerd leren uitleggen globaal waarom SELinux en hoe SELinux en waarom SELinux in plaats van andere optionele, additionele beveiligingssystemen wat SELinux niet is. Is ook wel fijn als je dat tegen je baas zegt.
wat hij niet ervan hoeft te verwachten. Oké, S-Linux leren kennen, leren vinden. Dus S-Linux heeft drie componenten. Het eerste component is het op Linux beveiliging modules gebaseerde beveiligingsraamwerk in de Linux kernel. Dat is eigenlijk het grootste, het basiscomponent, het mooiste component van het geheel. En dan heb je het tweede component, en dat is gereedschap en bibliotheken. En het laatste component is het beveiligingsbeleid. Dan gaan we al die componenten gaan we even af. Linux beveiligingsmodules, of afgekort LSM, is een raamwerk in de Linux kernel. Die het mogelijk maakt om een additioneel en optioneel Linux beveiligingsraamwerk te activeren. Dus aangezien er meerdere additionele en optionele Linux beveiligingsraamwerken beschikbaar zijn, die vaak niet tegelijk te gebruiken zijn, moeten we kunnen kiezen. Dus LSM, de Linux beveiligingsmodules raamwerk. Geeft ons de mogelijkheid om te kiezen tussen additionele en optionele Linux beveiligingsraamwerken. Dus het doel van het LSM beveiligingsraamwerk is om geen voorkeur te geven aan een specifiek additioneel en optioneel Linux beveiligingsraamwerk. En dat is eigenlijk de essentie van LSM. Het geeft ons de mogelijkheid om zelf te kiezen, zodat Linux niet en Linux dan natuurlijk uiteindelijk, want dat is natuurlijk de grote baas, die wilde geen voorkeur uitspreken voor een bepaald optioneel en additioneel Linux beveiligingsframework raamwerk. Dus die zei van dat kwam dus te sprake toen S-Linux werd voorgedragen van oké, we willen het wel misschien wel in de kernel opnemen, maar dan moeten we wel een mechanisme vinden zodat we het niet zeg maar automatisch iedereen door de strop duwen. En dat is toen is LSM ontworpen op die manier. En dan later, waarschijnlijk later, ik weet eigenlijk niet, volgens mij niet, AppArmor bestond waarschijnlijk al, alleen ik weet niet hoe dat precies, toen was het waarschijnlijk nog niet in de Linux kernel opgenomen. Hoe dat precies zit weet ik niet, zou je moeten uitzoeken. Maar in ieder geval, andere LSM op LSM gebaseerde Linux beveiligingsraamwerk is onder andere AppArmor. En dat wordt geloof ik tegenwoordig gebruikt in SUSE en misschien Ubuntu. Tomoyo, ik weet niet of waar dat gebruikt wordt. Yama en SMAC. En SMAC is een project wat wordt beheerd door Intel. En ik geloof dat dat waarschijnlijk geïmplementeerd gaat worden in het Intel project voor mobiele systemen. Ik kan het even zo gaan niet op de naam noemen, maar Intel is ook bezig met een mobiel besturingssysteem en ik denk dat ze daar SMAC ook gaan implementeren. Het op LSM gebaseerde Linux beveiligingsraamwerk component heeft drie elementen. De beveiligingsserver, toegang vectoren cache en de Linux objectbeheerder. De beveiligingsserver beheert beveiligingsmetadata en berekent toegangsbeslissingen. Deze toegangsbeslissingen worden door de beveiligingsserver aangeboden aan objectbeheerders. Dit maakt het voor objectbeheerders mogelijk om onafhankelijk te blijven van specifieke beveiligingsbeleid dat wordt gebruikt van specifiek beveiligingsbeleid dat wordt gebruikt. Het laatste waar we het hebben over objectbeheerders. Dat is waarschijnlijk op dit punt gewoon een beetje onduidelijk. Maar het komt erop neer dat SELinux heeft een Linux Object Manager en daar komen we dadelijk op. Maar je kunt objectbeheerders zelf ook implementeren in jouw applicatie als je wil. Dus door dat te doen kun je SELinux uitbreiden op applicatieniveau. Dus als jij een objectbeheerder implementeert in jouw programma, dan kun je
kan jouw objectbeheerder doen wat objectbeheerders doen, en daar komen we dadelijk op. En de beveiligingsserver speelt dan die berekeningen, die toegangsbeslissingberekeningen naar jou toe. En die kun jij dan toepassen. En zo kan je dus toegangscontrole op applicatieniveau implementeren. Centraal. Dus dat is echt wel heel erg cool. Als je dat kan toepassen. En het wordt ook al vaak toegepast. Want er zijn plenty objectbeheerders. En dat is bijvoorbeeld Xserve heeft een objectbeheerder. Dibus heeft een objectbeheerder. Systemd heeft een objectbeheerder. Kleine applicaties zoals Password, PAM heeft objectbeheerders. NSCD heeft objectbeheerders. PostgreSQL heeft een fork met een objectbeheerder. En dat betekent allemaal dat die allemaal op applicatieniveau Linux toepassen, zo, om het zo maar eens te zeggen. Maar daar komen we dadelijk eens op terug. De toegangvectoren cache slaat toegangsbeslissingberekeningen op voor volgend gebruik door object managers. Dus het is gewoon wat een cache doet. Die slaat dingen op zodat andere partijen later de cache kunnen raadplegen. En mocht het in de cache staan, dan gaat het allemaal sneller. Dan haalt hij die informatie uit de cache in plaats van dat ze de beveiligingsserver weer moeten raadplegen. En de beveiligingsserver weer de boel moet gaan berekenen. Dus het is een beetje om overhead, de cache is om overhead te beperken. Dus ze slaat gewoon toegangsbeslissingen en berekeningen op voor volgend gebruik door object managers. En object managers, daar gaan we het nu over hebben, over de Linux object manager. Dus niet de object manager die Linux heeft geïmplementeerd, maar applicaties kunnen ook object managers implementeren. En ja, applicatie object managers doen in principe hetzelfde, alleen dan voor applicatie objecten en niet voor Linux objecten. Dus de Linux objectbeheerder beheert een collectie van Linux objecten en handhaaft beveiligingsbeleid beslissingen. Deze beveiligingsbeleidbeslissingen worden verkregen via de beveiligingsserver. Dus Linux objectenbeheerder beheert een collectie Linux objecten. Dus als je het dat doortrekt naar bijvoorbeeld een applicatie, objectmanager die beheert applicatie objecten. Een collectie applicatie objecten en handhaaft beveiligingsbeleid beslissingen over die applicatie objecten, collectie applicatie objecten. Waar Linux een collectie Linux objecten beheert en beveiligingsbeleid handhaaft over beslissingen handhaaft over die de Linux objecten. Deze beveiligingsbeleid beslissingen worden verkregen via de beveiligingsserver. Dus in eerste instantie zullen de object managers de cache raadplegen. En als de cache een beveiligingsbeslissing nog in zijn cache heeft staan, dan wordt die uit de cache gepikt en dan gaat dan lekker snel. Maar als de cache het niet heeft, dan wordt de beveiligingsserver geraadpleegd en die gaat dat dan berekenen. Die berekent dat en speelt de uitslag van die berekening door naar de objectmanager. En de objectmanager handhaaft de beslissing. Die zorgt uiteindelijk of het wel of niet allemaal gebeurt. Maar de berekening wordt gemaakt door de beveiligingsserver. Oké, zodra het beveiligingsbeleid wordt geladen in het op LSM gebaseerde Linux beveiligingsraamwerk, koppelt deze een sudo beveiligingsbestandsysteem aan de sysfs SELinux locatie. Dit beveiligingsbestandsysteem biedt interfaces, en dat is dan ook een quote, want ik kon daar geen Nederlandse vertaling voor vinden, die gebruikt kunnen worden om het op LSM gebaseerde SELinux beveiligingsraamwerk te communiceren. Dus je kunt dat de objecten op dat pseudo filesysteem kan je gebruiken om direct met SELinux te communiceren. In de praktijk moet je dat gewoon niet doen. Er zijn applicaties en er is gereedschap wat je kunt gebruiken, en dat gereedschap communiceert dan of interface dan met SELinux via dat sudo file system voor jou. Oké. Tweede component: gereedschap en bibliotheken.
gereedschappen en bibliotheken complementeren het op LSM gebaseerde SLinux beveiligingsraamwerk. Dus het is een add-on. Dit component bestaat uit 5 elementen. Gereedschap om beveiligingsbeleid te compileren. Gereedschap om beveiligingsbeleid te beheren. En gereedschap om beveiligingsbeleid te ontwikkelen. Bibliotheken en overige gereedschap. Dat zijn zo'n beetje de 5 elementen waarin we het in ieder geval in deze cursus in onderverdelen. Want er zijn een hele berg verschillende gereedschappen en bibliotheken. En om die nou allemaal stuk voor stuk hier te gaan bespreken is een beetje te veel om te groeien. Dus daarom verdelen we ze hier even onder in 5 categorieën. Gereedschap en bibliotheken complementeren. Oh, dat heb ik al geloof ik al gehad. Ja. Onder gereedschap om beveiligingsbeleid te compileren te verstaan we gereedschap die op tekstgebaseerde beveiligingsbeleid converteert naar een formaat dat gebruikt wordt door het op LSM gebaseerde SLinux beveiligingsraamwerk voor handhaving. Dus we schrijven het beleid in een op tekst gebaseerd formaat. En dan gebruiken we het gereedschap om beveiligingsbeleid te compileren, om het zeg maar te converteren, het op tekst gebaseerde beleid te converteren naar een binary formaat. En dat formaat wordt gebruikt door het SLinux raamwerk voor handhaving. Omdat dat natuurlijk gewoon de eentjes en nulletjes gaan gewoon veel sneller voor het systeem. Maar wij kunnen natuurlijk geen beleid schrijven in eentjes en nulletjes. Dan wordt het een beetje lastig. Dus vandaar dat we een op tekst gebaseerd beleid hebben wat geconverteerd wordt naar een binary formaat. Gereedschap om beveiligingsbeleid te beheren wordt gebruikt voor het installeren, verwijderen en bijwerken van beveiligingsbeleid op systemen die in gebruik zijn. Dus draaiende systemen. En daar hebben we gereedschap voor dat je dat, zeg maar, systemen die in bedrijf zijn, dat je daar beleid op kan installeren, verwijderen en bijwerken. Zo, makkelijk. Voor het ontwikkelen en bijwerken van beveiligingsbeleid wordt gereedschap om beveiligingsbeleid te ontwikkelen gebruikt. Dus dat zijn de tools om beleid te ontwikkelen en bij te werken. Bibliotheken kunnen worden gebruikt door entiteiten die bewust moeten of mogen zijn van de aanwezigheid van SELinux. Dat is best wel belangrijk. Maar ja, daar komen we later. Komen we daar even op terug. Maar het is wel belangrijk om even goed de focus te leggen op moeten of mogen zijn. Het is niet zo dat als jij die bibliotheek kan gebruiken, dat je dan bewust bent van SELinux. Er zit ook nog een beleid, komt er ook nog bij kijken. Dus, maar sommige programma's en sommige programma's, daar komt het agenten, daar komt het uiteindelijk op neer. Actieve entiteiten mogen of moeten mogen bewust zijn van aanwezigheid van SELinux. En moeten dus bepaalde SELinux gegevens kunnen bereiken, zou ik maar zeggen. Bibliotheken worden ook gebruikt door entiteiten die door middel van SELinux toegangsbeslissingen handhaven. En daar heb ik het dus over object managers. Dus als jij een applicatie hebt en je hebt een SELinux object manager voor die applicatie ontwikkeld en geïmplementeerd, dan gebruik je de bibliotheken om de beslissingen die je verkrijgt van de security server, om die te handhaven op jouw objecten, op de objecten van jouw applicatie. Dus daar gebruik je ook bibliotheken voor. Overige gereedschap wordt gebruikt voor het dagelijks gebruik en beheer van SELinux. En dan moet je denken aan commanden zoals chcon. En waarschijnlijk sedazibool en andere van dat soort utilities. En dan het derde en laatste component van SELinux is beveiligingsbeleid.
beveiligingsbeleid is configuratiedata onder ETC SELinux. En aangezien deze training over SELinux-beleid gaat, gaan we hier veel verder op in detail. Dus dat in dit hoofdstuk houden we het heel kort. Maar zo'n beetje de rest van het van de training gaat over het beveiligingsbeleid. Dus. Maar het is in ieder geval eerst een berg theorie. Ja, dus deze hele evaluatieversie is een hele berg theorie. Het is even een steile drempel waar je overheen moet. En dan het laatste hoofdstuk gaan we die theorie in de praktijk brengen. Dan worden alle puntjes aan elkaar geknoopt. En dan hoop ik dat al die theorie die we nu bespreken, dat uiteindelijk duidelijk gaat worden. En dat alles alle stukjes in elkaar vallen. En dan later gaan we meer aan de praktijk. In de volle versie gaan we dan meer praktijk toepassen. Maar dit is echt gewoon eventjes die steile heuvel op, hè, om alles even te begrijpen, zeg maar. Zullen we deze nou ook nog even doen? Dus hij ziet er vrij kort uit, het derde hoofdstuk. SELinux beveiligingsmodellen. En het ziet er kort uit, maar het is eigenlijk dit is een hele lange eigenlijk. SELinux beveiligingsmodellen zijn modellen die door SELinux worden gebruikt om beveiligingsuitdagingen aan te gaan. Een model is een manier, is een weergave van een manier om een uitdaging aan te gaan. Een manier om uit te leggen, een manier om het aan te pakken. Om een uitdaging aan te gaan. In essentie gebruikt SELinux drie beveiligingsmodellen. Type handhaving, afgekort TE, of in het Engels Type Enforcement. Toegangscontrole gebaseerd op identiteiten, afgekort IBAC. IBAC. En toegangscontrole gebaseerd op rollen, RBAC. Rollback Access Control. Handhaving is het beveiligingsmodel dat wordt gebruikt om de uitdaging van het handhaven van integriteit van entiteiten op centraal niveau aan te gaan. Dus het is eigenlijk gewoon de essentie. Want dat is het essentiële doel van SELinux. Het handhaven van integriteit van entiteiten op centraal niveau. En dat is basically de uitdaging die type enforcement, type handhaving aangaat. En dat gebeurt door type beveiligingsnamen te associëren met entiteiten. Dus we geven het beestje een naampie. En deze type beveiligingsnamen, samen met toegangvectoren, wat we later bespreken, worden gebruikt in beveiligingsbeleid om te besturen hoe actieve entiteiten interactie met elkaar mogen hebben en hoe subjecten mogen opereren op objecten. Dus ja, we geven het beestje naampie en dan gebruiken we die namen om beleid te schrijven hoe entiteiten met bepaalde namen met elkaar interactie mogen hebben of hoe actieve entiteiten mogen opereren op objecten met bepaalde namen. En het is least privileged, dus als er niks gespecificeerd is, dan mag er niks plaatsvinden. Dus het is altijd automatisch worden tot het minimum beperkt. Omdat er gewoon uitdrukkelijk wordt gevraagd om iets toe te staan. En als je niet iets uitdrukkelijk toestaat, dan wordt het niet toegestaan. Dus dat is eigenlijk de essentie. Types associëren met entiteiten. En dan die types gebruiken. En samen met toegangvectoren om weer te geven of en hoe entiteiten met elkaar om mogen gaan. Toegangscontrole gebaseerd op identiteiten is een vereiste voor type handhaving. Dus het tweede het tweede beveiligingsmodel is een vereiste voor
type handhaving. Je hebt het nodig om, om type handhaving te implementeren. Het beveiligingsmodel van toegangscontrole gebaseerd op identiteiten wordt gebruikt om de uitdaging van het koppelen van het op LSM gebaseerde S-Linux beveiligingsraamwerk aan traditionele Linux beveiliging aan te gaan door S-Linux identiteitsbeveiligingsnamen te associëren met Linux beveiligingsnamen. Dus even wel belangrijk dat je dit goed begrijpt. Dus we weten dat traditionele Linux beveiliging gebaseerd is op identiteiten. Daar draait het allemaal om. Identiteiten worden geassocieerd met entiteiten. Dat is de basis, de essentie van op identiteit gebaseerde vrijblijvende toegangscontrole. En nou is het aan S-Linux om integriteit van entiteiten te handhaven op centraal niveau. Maar hoe complementeren we S-Linux, Linux met S-Linux? Hoe koppelen we dat? Hoe leggen we het? Hoe verlengen we traditionele Linux beveiliging met S-Linux? We moeten een punt hebben waarop we aan kunnen koppelen. En dat is wel duidelijk de identiteit, want we weten dat traditionele Linux beveiliging gebaseerd is op identiteiten. Dus als zij willen koppelen, dan zullen we zelf ook S-Linux identiteiten moeten gaan, gaan implementeren. Zodat we die S-Linux identiteiten kunnen koppelen aan de Linux identiteiten. En zodat we daar een koppeling kunnen maken en zodat we op die manier de boel kunnen complementeren. En dat is waarom we identity-based access control of toegangscontrole gebaseerd op identiteiten hebben. Gewoon als ondersteuning, als vereiste voor type enforcement, voor type handhaving. We hebben het nodig omdat we de boel moeten verlengen. We moeten de toevoegen aan traditionele beveiliging. We moeten complementeren. Toegangscontrole gebaseerd op rollen is ook een vereiste voor type handhaving. Het beveiligingsmodel van toegangscontrole gebaseerd op rollen wordt gebruikt om de uitdaging uitdaging van het associëren van meerdere type beveiligingsnamen met actieve entiteiten aan te gaan. Door S-Linux rol beveiligingsnamen te associëren met S-Linux type en S-Linux identiteit beveiligingsnamen. Dus ja, dat is het probleem. Kijk, met de type handhaving associëren we types met entiteiten. Maar actieve entiteiten moeten soms toegang hebben tot meerdere types. Dus je moet eigenlijk soms wil je meerdere types associëren met een enkele entiteit. Of in ieder geval met een actieve entiteit. In passieve entiteiten, meerdere types associëren met passieve entiteiten, dat gaat niet. Dat wordt niet ondersteund momenteel. Misschien dat er ooit nog eens een tijd komt dat ook wordt geïmplementeerd. Ik zou niet weten hoe dat handig zou zijn. Ik zie daar geen echte goed argument voor om dat te doen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook geen... ik heb ook geen PhD. Ik ben ook geen academici, hoe noem je dat. Maar in ieder geval dus, role-based access control of toegangscontrole gebaseerd op rollen is gemaakt zodat we zeg maar meerdere types kunnen koppelen aan een enkele entiteit door rolbeveiligingsnamen te associëren met zowel S-Linux type als wel S-Linux identiteit beveiligingsnamen. Dus ze leggen weer een koppeling. Eerst leggen die koppeling tussen S-Linux identiteit en Linux identiteit. En daarna leg je een koppeling tussen rollen en identiteit en rollen en types. En het eindproduct is dat je types kan associëren met Linux identiteiten. En dat is uiteindelijk hoe je dus integriteit van entiteiten op centraal niveau kunt handhaven door die types die je hebt geassocieerd aan entiteiten
te gebruiken om beleid te maken en te handhaven. En eigenlijk zijn ze alle drie deze beveiligingsmodellen zijn eigenlijk van essentieel belang. Hoewel natuurlijk uiteindelijk gaat het om type handhaving. Maar ja, om type handhaving te kunnen implementeren heb je echt toegangscontrole gebaseerd op identiteiten nodig. En wil je type handhaving een beetje bruikbaar maken, zal je ook toegangscontrole gebaseerd op rollen moeten implementeren. Maar toegangscontrole gebaseerd op rollen is niet je traditionele role-based access control, zoals bijvoorbeeld Twisted Solaris role-based access control heeft geïmplementeerd. Dit is echt een toegangscontrole gebaseerd op rollen implementatie die gewoon afhankelijk is van type namen, beveiligingsnamen. Dus het is een hele aparte role-based access control beveiligingsmodel. Het is echt een het draait allemaal om type enforcement, om type handhaving. En dit is een theorie, maar wel een belangrijke theorie om gewoon te weten waarom. Wil ik deze ook nog maar eens doen. We zijn er volgens mij nou al zo'n beetje bijna. Hoe beveiligingsnamen worden gekoppeld aan entiteiten. Dus we kunnen die beveiligingsnamen aanmaken. En we kunnen ze koppelen aan entiteiten. En in dit hoofdstuk gaan we erop in. Hoe kunnen we die entiteiten namen associëren met entiteiten. Een SLinux beveiligingscontext is een combinatie van SLinux beveiligingsattributen afgebakend door dubbele punt. De SLinux beveiligingsattributen worden gebruikt om SLinux beveiligingsnamen te associëren met entiteiten. En dat gebeurt met key-value pairs, sleutel- en waardeparen. En hetzelfde als met traditionele Linux-beveiliging. Als je bijvoorbeeld ID doet, dan zie je hier, dit is je identiteit waarop traditionele Linux-beveiliging is gebaseerd. En hier heb je dus die key-value pairs. Je hebt UID is en dan een numerieke waarde en GID is. En dat is dus een key value pair waar de key UID is en de waarde is 1000. En hier heb je de GID is de key en de waarde is ook 1000. En zo moet je het ook zien met SLinux beveiligingsattributen en SLinux beveiligingsnamen. Dus bijvoorbeeld een beveiligingsattribuut kan zijn een rol beveiligingsattribuut en de waarde kan dan zijn een bepaalde rol beveiligingswaarde, zoals bijvoorbeeld in dit geval een confined R. Dus wat je hier ziet in de context, dit is dan zo'n security context waar we het over hebben gehad, en dan het laatste gedeelte gaan we niet op in omdat dat een optionele beveiligingsmodel is. En daar gaan we in deze evaluatieversie helemaal niet eens op in. Maar de eerste drie wel. En dus je hebt hier dus zo'n context. En die wordt dan afgebakend door dubbele punten. Dus hier heb je een dubbele punt en daar. En dus heb je eigenlijk drie strings. Zeg maar. En dat zijn gewoon drie beveiligingsnamen. En die zijn geassocieerd met beveiligingsattributen. En die attributen worden weer geassocieerd met beveiligingsmodellen. Dus hier heb je dat wordt in Linux wordt het wel mooi weergegeven door die underscore en dan wat je erachter ziet. Bijvoorbeeld underscore u betekent dat is een identiteit beveiligingsnaam en de underscore r is een rol beveiligingsnaam en de underscore t is een type beveiligingsnaam. In bijvoorbeeld Android, SE Android, wordt dat niet zo weergegeven. Ik krijg gewoon een string te zien. Maar dan moet je zelf maar zien wat is. Maar natuurlijk weet je dat, want het eerste veld in een context is altijd een identity, een identiteit. Een tweede veld is altijd een rol en een derde veld is altijd een type.
Maar dat is dus de key value pair. De attribuut wordt gebruikt om een waarde toe te kennen aan een bepaald veld in een context. En legt ook het verband tussen het model. Dus het is weer associëren. Attributen worden gebruikt om types te associëren aan modellen. En dan komen we dus weer met het type beveiligingsnaam wordt geassocieerd aan het type handhaving. De rol beveiligingsnaam wordt geassocieerd aan beveiliging. Toegangscontrole gebaseerd op rollen en de identiteit beveiligingsnaam wordt geassocieerd aan toegangscontrole gebaseerd op identiteit. En daar zo ligt het verband. Als je dat begrijpt, dan ben je al heel ver. Oké, dus een security context is een combinatie van verschillende beveiligingsnamen van verschillende beveiligingsnamen. Indirect. Direct is natuurlijk een combinatie van verschillende beveiligingsattributen. Maar die zijn geassocieerd met namen. En wat je hier ziet zijn de namen en niet de attributen. Want de attributen zijn de keys en de values is wat je ziet. Dit zijn de values. Oké. Toegangsbeslissingen worden berekend door de beveiligingsserver door middel van combinaties van SELinux beveiligingscontext van bron entiteiten en doel entiteiten en doel toegangsvectoren. Dus ik heb het al in het eerste hoofdstuk of in de inleiding al gehad over interactie en operatie. Je hebt altijd twee of meerdere partijen die interactie hebben of waar een operatie plaatsvindt. En we hebben altijd bronnen en doelen. En de beveiligingsmetadata, de security context, de beveiligingscontext van zowel de bron en het doel worden gebruikt door de security server om te berekenen of toegang wordt toegestaan. En dat dan in combinatie met toegangvectoren. Dus je hebt een hele hoop aspecten die invloed uitoefenen op de uiteindelijke uitkomst of iets toegestaan wordt of niet toegestaan wordt. En op een gedeelte van die aspecten die invloed hebben, kun je zelf zeg maar bepalen. En andere dingen worden als zodanig aan ons zijn gegevens die als zodanig aan ons worden toegespeeld die we kunnen gebruiken. En daar hebben we het later over, hoor, over toegangvectoren. Want dat is eigenlijk de sleutel van het hele gedoe, zeg maar. Maar daar hebben we het later over. Oké. Er zijn vier manieren om individuele beveiligingsnamen of volledige beveiligingscontext te koppelen aan entiteiten. Dus je kan het op vier manieren kan je die koppeling maken tussen of individuele beveiligingsnamen of een context in zijn geheel. En een context is dus de combinatie van beveiligingsnamen, dus alles in zijn geheel. De eerste manier is om beleidstaal te gebruiken. Beleidstaal kan worden gebruikt om SELinux te instrueren welke beveiligingsnamen te associëren met welke gespecificeerde entiteiten. En later hebben we het over beleidstaal, gaan we heel snel overheen. Maar met beleidstaal kan je dus tegen SELinux zeggen van oké, als een entiteit met dit type een bestand uitvoert met dat type, dan verander de type van de entiteit naar dat type, naar een ander type, naar een gespecificeerd type. En dat is dan dat wordt dan dus die entiteit wordt geassocieerd door middel van beleidstaal. Beveiligingscontext specificaties, dat is een tweede manier om context te associëren of koppelen aan entiteiten. En dat zijn lijsten met combinaties van entiteit met geassocieerde beveiligingscontext die SELinux gebruikt om te herleiden welke combinaties van beveiligingsnamen entiteiten hebben. Dus het is vaak gebruikt voor failover. Niet altijd, maar vaak wel. Dus
meer zodat Linux in ieder geval altijd kan terugvinden van oké, deze entiteit heeft deze context geassocieerd. Mocht S-Linux dat willen nakijken, of ja, mocht jij in S-Linux instrueren te zeggen van oké, verander de beveiligingscontext van deze entiteit naar aanleiding van wat er gespecificeerd staat in de lijst met centrale beveiligingscontexten. En dan S-Linux gaat dan kijken in de lijst en zegt oké, dit is de entiteit en dit is de context die erbij zou moeten horen. En dan zorgt hij gewoon dat die context ook wordt toegepast, mocht dat niet zo zijn. Maar het hoort natuurlijk wel al zo te zijn. Maar dus een soort van iets waar je op kan terugvallen. Meestal, niet altijd. Oké, bibliotheekfuncties kunnen door subjecten worden gebruikt om individuele beveiligingsnamen of volledige beveiligingscontext handmatig te wijzigen, mits toegestaan door beveiligingsbeleid. Dus je kunt je bibliotheken, en we hebben het al eerder gehad over bibliotheken. Bibliotheken kunnen de vrijheid hebben, of soms moeten ze wel eens bewust zijn van SE-Linux. Maar ze kunnen dus de vrijheid hebben om geven. Entiteiten kunnen wel eens de vrijheid krijgen om beveiligingsnamen te veranderen van bepaalde entiteiten. Maar en dan om dat te doen, handmatig te kunnen veranderen, moeten ze bibliotheekfuncties gebruiken. Maar met alleen gebruiken van bibliotheekfuncties kom je er nog niet. Het moet natuurlijk ook toegestaan zijn om een bepaalde beveiligingsnaam te veranderen. En dat moet dan ook wel weer in beleid gespecificeerd zijn. Want als het niet gespecificeerd is, als jij niet uitdrukkelijk bent toegestaan om een beveiligingsnaam te veranderen, dan houdt het gewoon op. Ook al heb je toegang tot die functies, als die functie niet toegestaan is om zijn werk te doen, kan je nog je beveiligingsnaam niet veranderen. En dan moet je denken aan bibliotheekfuncties, bijvoorbeeld moet je denken aan tcon. Dat is eigenlijk gewoon een commando dat je kan gebruiken om de context te veranderen van een object, van een bestandssysteemobject. Maar tcon roept gewoon een functie aan. En die bibliotheekfunctie, daar hebben we het hier over. En dan hebben we het nu over initiële beveiligingsnamen. Initiële beveiligingsnamen zijn beveiligingsnamen die statisch zijn geprogrammeerd in SE-Linux en worden gebruikt voor systeeminitialisatie, voorgedefinieerde middelen en voor veilig terugvallen. Nou, dan gaan we ze alle drie even langs. Dus dat zijn namen die statisch zijn geprogrammeerd in SE-Linux. Dus het is niet zoals normale beveiligingsnamen, want die kunnen we zelf aanmaken. Met die initiële namen, beveiligingsnamen, die zijn al in S-Linux. En die gebruikt S-Linux om te zorgen dat systeeminitialisatie goed gaat. En voor gedefinieerde middelen goed gaat. En dat S-Linux veilig kan terugvallen. Dus S-Linux gebruikt die initiële beveiligingsnamen. Zodat in het geval van systeeminitialisatie, zodat entiteiten die er al zijn voordat het beleid is geladen, dat die toch de goede beveiligingsmetadata, de goede beveiligingscontexten krijgen. En die doet dat door die statisch geprogrammeerde initiële beveiligingsnamen te associëren met de objecten die er al of met de entiteiten die er al zijn voor dat beleid is geladen. En dan als eenmaal het beleid wordt geladen, dan worden er beveiligingsnamen die geassocieerd zijn met die initiële beveiligingsnamen worden zeg maar vervangen. Dus de initiële beveiligingsnamen worden vervangen met de gewone beveiligingsnamen die geassocieerd zijn met initiële beveiligingsnamen. En dan moet je denken aan de kernel threads. Dus ik weet niet of je weet, maar als jij PSOut doet, dan zie je een hele hoop kernel threads. Dat zijn allemaal processen van de kernel zelf. En die zijn er al. Eerst wordt de kernel geladen als je een systeem opstart. En dan de kernel
start dan in het processen, de systeemmanager, de systeembeheerder. En dat is dan proces nummer 1. En de systeembeheerder of de systeembeheerder start alle andere processen, systeemprocessen. Maar de systeembeheerder laat ook meestal het beleid. Dus de kernel is op dat moment, voordat het beleid is gestart, heeft dan geen goede beveiligingscontext. En dat is waarom dan de kernel initiële beveiliging naam is toegekend aan de kernel thread. Zodra de init of het systeembeheerproces het beleid laat, zodat dan de goede context kan worden toegekend aan de kernel processen. Zodat uiteindelijk, als je het systeem hebt opgestart, zie jij gewoon de kernel threads, de kernel processen met een goede context. En dat komt dan door de kernel initial of initiële beveiligingsnaam. Die zorgt ervoor dat dat allemaal goed gebeurt. En dat is dan alleen in het geval van systeeminitialisatie. En voorgedefinieerde middelen, ja, is gewoon ook voordat die voorgedefinieerde middelen gewoon de goede context hebben. Want in sommige gevallen kan dat niet. Maar misschien, je zou dan misschien kunnen denken, en ik weet niet zeker of het zo is, maar bijvoorbeeld Dev 0 wordt al heel vroeg gemount, geloof ik, of aangemaakt of whatever. Of voordat het systeem, zeg maar, voordat het beleid is geladen. Dus je moet ervoor zorgen dat dat ook weer goed een goede beveiligingscontext heeft als zodra het beleid wordt geladen. En veilige gevallen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Want dat is hetgene wat je het meeste tegenkomt. Er zijn twee initiële beveiligingsnamen. De unlabeled en de foul beveiligingsnamen. En die gaan we alle twee even af. De unlabeled beveiligingsnamen. Een beveiligingsnaam wordt door SE Linux geassocieerd met processen die één of meer ongeldige beveiligingsnamen heeft. En in de praktijk kan dat voorkomen als je bijvoorbeeld een beleid hebt geladen, een module met een beleid hebt geladen. Dat beleid associeert een beveiligingsnaam aan een proces, en dat proces dat draait momenteel met die beveiligingsnaam die gespecificeerd is in die module. En dan op een gegeven moment dan denk je, oké, nou ga ik die module verwijderen. Terwijl dat proces met die beveiligingsnaam die gespecificeerd is in die module nog geassocieerd is. Dus, en dan ga je dus die module weghalen en dus die beveiligingsnaam geassocieerd met die entiteit bestaat dan niet meer in het beleid. Dus SE Linux moet ermee om kunnen gaan. Die moet dat kunnen zien. En zeggen van oké, hier heb ik een proces met een beveiligingsnaam wat helemaal niet eens bestaat. Omdat je de module die beveiligingsnaam specificeert, die heb je weg. Die heb je uit het systeem gehaald. En dan moet SE Linux dus moet dat kunnen zien en moet een geldige context kunnen geven aan die entiteit. En daar gebruikt hij de unlabeled initiële beveiligingsnaam voor. Dus zodra jij en wij in een standaard beleid wat gebaseerd is op reference policy, is de unlabeled underscore T type beveiligingsnaam geassocieerd met de unlabeled initiële beveiligingsnaam. Dus als je een proces of een bestand of een of andere entiteit ziet met een unlabeled underscore T beveiligingsnaam, dan weet je dat één van de minimaal drie beveiligingsnamen ongeldig is van die entiteit. En dat je daar wat aan moet doen. Want een label T, een underscore T type beveiligingsnaam wordt alleen geassocieerd als één van de beveiligingsnamen ongeldig is op een of andere manier. En dat gebeurt vaak dan als je bijvoorbeeld een beleid verandert wat een type uit het systeem haalt, of een andere beveiligingsnaam uit het systeem haalt wat momenteel in gebruik is. En die andere initiële beveiligingsnaam, foul, dat is een beveiligingsnaam die wordt geassocieerd, initieel beveiligingsnaam wordt geassocieerd met
entiteiten die momenteel helemaal geen beveiligingsnaam hebben geassocieerd of helemaal geen beveiligingscontext hebben geassocieerd. En dat gebeurt bijvoorbeeld op een draaiend systeem, op een systeem in dat actief is, bijvoorbeeld een nieuwe partitie aanmaakt en een nieuw bestandssysteem erop formateert en dan aankoppelt. Op dat moment hebben de objecten op dat bestandssysteem nog helemaal geen beveiligingscontext of beveiligingsnamen geassocieerd. En SELinux moet dat kunnen zien. Moet dan een soort van terugval beveiligingscontext kunnen associëren met al die objecten die nog geen beveiligingscontext hebben geassocieerd. Zodat dat SELinux veilig kan terugvallen. Dat je geen onveilige situaties krijgt. En dan wordt dus de file initiële beveiligingsnaam toegewezen of geassocieerd met die objecten. En de file initiële beveiligingsnaam is meestal geassocieerd met de file underscore t file beveiligingsnaam. Die is gedefinieerd in de reference policy. Maar je kan in principe een nieuwe type aanmaken en associëren met file initiële beveiligingsnaam. Maar over het algemeen zul je zien dat file underscore t het beveiligingsnaam is die geassocieerd is met de file initiële beveiligingsnaam. Dus als jij een object ziet met een file underscore t beveiligingsnaam, dan weet je dus dat dat object helemaal geen beveiligingscontext heeft. En dat je daar wat aan moet doen. En dan kan je een van de vier of een van de andere drie manieren om beveiligingsnamen te associëren met entiteiten gebruiken om dat object een beveiligingscontext te geven. Dus dat is initiële beveiligingsnamen en hoe dat zit. Oké, SELinux beveiligingsmetadata kan aanhoudend gekoppeld worden aan bestandssysteemobjecten indien het bestandssysteem beveiligings verlengde attributen ondersteunt en als deze ondersteuning in de Linux kernel wordt ondersteund. Hiervoor wordt de security period punt SELinux beveiligingsverlengde attribuut naam gebruikt. Dus als jij een bestandssysteem hebt wat security of beveiligingsverlengde attributen ondersteunt, dus als security extended attributes in het Engels. En als de kernel dat ook ondersteunt voor dat bestandssysteem, dan gebruikt SELinux dat om die security context, die beveiligingscontext, aanhoudend te koppelen aan de objecten op dat bestandssysteem. Zodat jij het bestandssysteem of de disk uit het systeem kan halen en ergens anders kan aankoppelen en dat dan de beveiligingscontext nog steeds geassocieerd is met de objecten. Dus dat is persistent associëren van beveiligingscontexten. Oké, en dan het laatste hoofdstuk, behalve dan het praktische voorbeeld. En dat gaat dan in op de SELinux beleidstaal. En de taal die je moet spreken om SELinux te kunnen instrueren. Om het te vertellen om iets te doen. En dan gaan we eerst in op toegangsfactoren. Daar hebben we het al een paar keer over gehad en dat is eigenlijk de essentiële beveiligingsattribuut van SELinux. Toegangsfactoren zijn gegevens die aan ons als zodanig worden verstrekt door objectbeheerders. Dus een objectbeheerder vertelt ons de toegangsfactoren. En zijn de essentiële beveiligingsattributen van SELinux. Dus toegangsfactoren zijn de essentiële beveiligingsattributen van SELinux. En we hebben daar vrij weinig over te zeggen. Ze worden aan ons verstrekt door de objectbeheerders. En dat zijn gewoon gegevens en die kunnen wij gewoon gebruiken. Maar we kunnen verder niet weinig aan veranderen. Toegangsfactoren zijn combinaties van beveiligingsclassificaties met bijbehorende toegangsvectorpermissies. Dus het is eigenlijk bestaat uit twee delen, zo'n toegangsvector. Aan de ene kant heb je een beveiligingsclassificatie.
En aan de andere kant heb je de bijbehorende toegangsvector, permissies. Dus je hebt klassificatie en permissie. En dat samen is een toegangsvector. En die klassificaties en die bijbehorende permissies, dat zijn gewoon feiten die aan ons worden verstrekt door de objectbeheerders. Dus een objectbeheerder bepaalt de klassificatie van een bepaalde entiteit en bepaalt de bepaalde toegangvector permissies die kunnen worden gebruikt om of met die entiteit te interactie te hebben of om op die entiteit te opereren. En die gegevens, die toegangsvectoren, kunnen wij weer gebruiken in het beleid om te specificeren hoe die entiteiten, om die entiteiten te besturen. Dus het zijn gewoon meer handles, meer handvaten voor ons om te gebruiken. En dan een voorbeeld van zo'n toegangsvector. We hebben een hele berg, kan ze zo laten zien, SE Info. Zie, dit zijn alle beveiligingsclassificaties die je hier ziet. Dus het is een gedeelte van die toegangsvectoren, het eerste gedeelte. 84 beveiligingsclassificaties. En je kan ze dan ook bekijken met alle toegangsvectorpermissies voor elke beveiligingsclassificatie. En dat is deze. En dan zie je hier dit, die niet zo geïndenteerd zijn. Dit zijn de klassificaties. En dit zijn dan de permissies voor die klassificatie. Dus de klassificatie hier is een X-pointer. En dit zijn de verschillende permissies die beschikbaar zijn om op zo'n X-pointer te opereren. Als je dan een voor de hand liggende, want er zijn een hele hoop obscure klassificaties. En een hele hoop obscure permissies. Maar dit is bijvoorbeeld wel eentje die redelijk begrijpbaar is. Een file, een bestand. Ja, dat kennen we allemaal. De file beveiligingsclassificatie wordt aan ons verstrekt door de kernel object manager. Dus de kernel object manager beheert de file kernel object. En dus de kernel object manager, de kernel object beheerder, vertelt ons: oké, deze entiteit is een file entiteit. En dit zijn permissies die beschikbaar zijn voor een file entiteit. En die permissies en deze gegevens kunnen wij dan weer gebruiken om beleid te schrijven. En dan bijvoorbeeld append. Dus je kunt appenden. Ja, ik weet niet of het Engels, ik weet niet wat het Nederlandse woord ervoor is. Toevoegen, denk ik. Aanvullen lijkt mij. Create, dus het creëren, het uitvoeren, het schrijven, het herlabelen, ja. Dat is een beetje moeilijk, maar dit is echt een SE Linux gerelateerde permissie. Linken en unlinken. Unlinken is verwijderen. Input-output control. Het verkrijgen van attributen. Het zetten van attributen, het lezen, het hernoemen, het op slot zetten. En hier heb je weer zo'n relabel, ook weer zo'n SE Linux gerelateerde permissie. Mount on, ik weet niet of je op een bestand kan mounten aan een bestand. Ik weet het niet. Quota on, dus dat kan wel volgens mij. Quota on command is om quota aan te zetten. Swap on, om swap aan te zetten. En dan heb je nog een paar andere obscure permissies. Deze is wel belangrijk, entry point. Dan komen we misschien later wel in. En deze execute node trans is ook wel belangrijk. En exec mod is ook wel enigszins. Ze zijn allemaal wel belangrijk gewoon. Maar in ieder geval, het punt is gewoon dat dit zijn de access vectors. De toegangsvectoren. Beschikbaar. En ze worden niet allemaal beschikbaar gemaakt door de Linux object beheerder. Deze bijvoorbeeld, de excursor beveiligingsclassificatie, wordt aan ons beschikbaar gesteld door de
X-Server Object Manager. En deze DBView wordt aan ons beschikbaar gemaakt door de databank Object Manager PostgreSQL. Zo zijn er nog wel meer hoor, die niet van de Linux Object Manager zijn, maar van applicatie Object Manager. Deze bijvoorbeeld Dbus. Dbus is ook een Object Manager, applicatie Object Manager, en Dbus heeft deze beveiligingsclassificatie voor Dbus objecten. En op Dbus objecten kun je deze permissies gebruiken. Hele berg. In ieder geval, dat is dus access vectoren. En hoe dat in de praktijk gaat in het beleid, hoe je die in het beleid kan gebruiken, daar gaan we dan nu een beetje over praten. En dus beleidstaal heeft een twee soorten taal, zou je kunnen zeggen. Verklaringen en regels. Je zal een En dat gaan we dan onderverdelen in regels en verklaringen voor de verschillende toegangscontrole modellen. Dus als we het nu hebben over toegangscontrole gebaseerd op identiteiten, hebben we alleen één verklaring die we kunnen gebruiken. En deze gebruikerverklaring kun je gebruiken om verklaar een nieuwe gebruiker beveiligingsnaam. En associeer deze met een of meerdere bestaande rolbeveiligingsnamen. Dus deze, als jij een nieuwe gebruikersbeveiligingsnaam wil aanmaken, of een nieuwe identiteit beveiligingsnaam, ik refereer meestal naar identiteit in plaats van gebruikers, dan kun je de gebruikersverklaring gebruiken. En verklaring kun je dan ook gelijk die nieuw aangemaakte gebruiker naam, beveiligingsnaam associëren met bestaande rolbeveiligingsnamen. Maar die moeten dan wel bestaand zijn. Dus in dit geval, dit voorbeeld, en dan heb ik deze verklaring heeft twee sleutelwoorden: user en roles. Dit zijn de twee sleutelwoorden. En dat is een voorbeeld. Hier maken we bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker beveiligingsnaam aan: John_U. En associëren die gebruiker beveiligingsnaam met de staff_r en sysadmin_r rolbeveiligingsnamen. En hier is de eerste verklaring voor toegangscontrole gebaseerd op rollen. De rolverklaring. Verklaar een nieuwe rolbeveiligingsnaam. Dus hiermee kan je gewoon een nieuwe rolbeveiligingsnaam verklaren. Sleutelwoord is rol. En dan de naam die je wilt verklaren. Dus hier in dit voorbeeld verklaren we een nieuwe naam. Staff_r. Rolbeveiligingsnaam. Tweede role-based access control verklaring. Een roltypes verklaring. En die kun je gebruiken om een bestaande rolbeveiligingsnaam te associëren met een of meerdere bestaande type beveiligingsnamen. Dus dat is ook belangrijk, want je weet dat role-based access control of toegangscontrole gebaseerd op rollen is er om rollen te associëren met identiteiten en met types. En hiermee associeer je een rol met een type. En met de gebruikersverklaring associeer je een rol met een identiteit, met een gebruiker. Dat is wel jammer dat het niet echt consistent is, want hier refereer ik naar gebruiker, maar als identiteit is eigenlijk de juiste naam. Dus de roltypesverklaring, associëren van rol of beveiligingsnamen, van een rol beveiligingsnaam met één of meerdere bestaande type beveiligingsnamen. Twee sleutelwoorden, rol en types. En hier heb je een voorbeeldje. Hier associeer ik de staf beveiligingsrolnaam met de staf_type beveiligingsnaam. Dus die combinatie is nu geldig. Staf R met staf T. Weer een toegangscontrole gebaseerd op rollen. Een attribuut rolverklaring. Verklaar een nieuwe attribuut rol beveiligingsnaam.
Dus ik weet een vrij simpele, maar wat is een rol-attribuut beveiligingsnaam? Of een attribuut rolbeveiligingsnaam? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nou, attributen, of in ieder geval beveiligingsnaam attributen, in dit geval een rolbeveiligingsnaam attribuut of een attribuut rolbeveiligingsnaam, wordt gebruikt om rolbeveiligingsnamen met elkaar te associëren met een rolattribuutverklaring. En daar hebben we het zo over. Hierdoor zijn we in staat om groepen rolbeveiligingsnamen te besturen via de attribuutrolbeveiligingsnaam in plaats van individuele rolbeveiligingsnamen. Dus je kan het zien als websites taggen in je browser. Zo, dat is een verklaring die ik altijd geef. Bijvoorbeeld, ik heb een tag in mijn browser, educatieve sites. En alle educatieve sites geef ik die tag. En als ik dan wil zoeken naar al mijn educatieve sites, dan zoek ik op die tagnaam. Dan ga ik niet al die educatieve sites individueel aanklikken. Nee, dan klik ik gewoon al mijn educatieve sites tag aan en dan worden ze allemaal geopend in tabs. Hetzelfde is met die attribuut rolverklaring. Daarmee verklaar je een attribuut rolbeveiligingsnaam en die rolbeveiligingsnaam attribuut kan je dan weer gebruiken om te associëren, om verschillende rolbeveiligingsnamen met elkaar te associëren. En dan kan je later kan je die attribuut gebruiken om beleid te schrijven wat van toepassing is op al die individuele, op al die rolbeveiligingsnamen. In plaats van dat je allemaal verschillende regels schrijft voor individuele rolbeveiligingsnamen. Dus naarmate je beleid complexer wordt, worden attributen beveiligingsnaam attributen worden belangrijker. Want dat maakt je beleid simpeler en naarmate je beleid complexer wordt, is het gewoon van belang dat je de boel simpel, zo simpel mogelijk houdt. Dus het is een vrij belangrijk concept dit. Sleutelwoord attribuut underscore role. En bijvoorbeeld hier maak ik een nieuwe rol, attribuut rol aan. En dat heet attribuut roles, of user roles heet het. En dat maak ik gewoon aan. Dan heb je hier de rol attribuut verklaring. Dat is net andersom. Zo, hier heb je de attribuut rol en hier heb je de rol attribuut. En deze verklaring is ook een RBAC verklaring. Associeer kun je gebruiken om een bestaande attribuutrol beveiligingsnaam te associëren met een of mindere bestaande rolbeveiligingsnamen. Dus hier maak je hem mee aan, met die attribuutrolverklaring maak je een naampje, een nieuwe rol attribuut beveiligingsnaam aan. En met deze rol attribuutverklaring associeer je die attribuutrol naam beveiligingsnaam met een of meerdere bestaande rol beveiligingsnamen. Dus hier hebben we met die attribuut roles verklaring hebben we een nieuwe naam aangemaakt, user roles. En hier met de rol attribute statement verklaring associëren we die nieuwe naam, beveiligingsnaam, met een bestaande rol beveiligingsnaam, staf R. Dus we groeperen staf underscore R in de groep user roles. We taggen hem. We taggen de staf underscore R rolbeveiligingsnaam met de user underscore roles tag, om het zo maar eens te zeggen. Oké, toegangscontrole gebaseerd op rollen, rol toestaan regel, en dit is een regel is in plaats van een verklaring. Deze regel kun je gebruiken om te bepalen dat een bestaande bronrolbeveiligingsnaam handmatig naar een bestaande doelrolbeveiligingsnaam kan veranderen. En dat is de essentie van role-based access control, van toegangsbeveiliging gebaseerd op rollen. Dat wij entiteiten, actieve entiteiten, toegang kunnen geven tot meer dan één type beveiligingsnaam. Door
rollen toe te kennen of te associëren met identiteiten als wel met types. En we associëren of we laten de verandering toe, de handmatige verandering toe met deze regel. Dus in deze regel laten we de handmatige verandering toe. En er is een vereiste, want als je deze regel wil gebruiken, moet de bestaande rolbeveiligingsnamen wel geassocieerd zijn met de gebruikersbeveiligingsnaam, met de identiteit. Dus als je in dit geval het keyword is, of het sleutelwoord is allow. Dus in dit geval laten we toe dat entiteiten met de staff en de score role handmatig mogen veranderen naar de sysadmin role. En de sysadmin role moet dan natuurlijk wel ook geassocieerd zijn met de gebruiker, met de identiteit. En dat is hier het geval, dat deden we hier met de gebruikersverklaring. Dus die is geassocieerd. En er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken, want de sysadmin, de rol waar we naartoe gaan, moet natuurlijk ook weer geassocieerd zijn met een type. En dat zien we niet in deze voorbeelden, maar dat moet natuurlijk wel zijn. Want anders dan gaat het niet helemaal goed. Of de sysadmin rol moet geassocieerd zijn met het huidige type, met het brontype. Of het doeltype, als er een type verandering plaatsvindt. Oké, toegangscontrole gebaseerd op rollen, roltransitieregel. Die regel kan gebruikt worden om SELinks te instrueren dat bronsubjecten met een bestaande rol, beveiligingsnaam, automatisch moeten transitioneren naar een bestaande doelrol, beveiligingsnaam, als een bestand uitvoeren met een bestaand type beveiligingsnaam. Dus hiermee kunnen we zeggen van oké, als een entiteit met deze rol, als een actieve entiteit met deze rol een bestand uitvoert met dit type, dan transitioneer van deze rol naar een gespecificeerde doelrol. Dat gebeurt automatisch. Dus hier heeft een entiteit verder geen invloed over. Dus als je het handmatig toestaat, het veranderen van een rol, dan heeft een entiteit zelf daar invloed over. Die kan zelf handmatig de SLinux functies gebruiken om handmatig van rol te veranderen. Als je automatisch laat transitioneren, dan gaat dat automatisch. En dan heeft een gebruiker daar vrijwel geen invloed over. Hoewel, ja, in principe heeft een gebruiker dan daar vrijwel geen invloed over. Een entiteit. Er komen een hoop vereisten bij kijken. Ten eerste is het van belang dat deze automatische roltransities plaatsvinden als een bestand uitgevoerd wordt. Dus die transitie die van de ene rol naar de andere rol gebeurt een bepaald bestand uitgevoerd wordt, wat in de regel wordt gespecificeerd. Maar dat bestand moet zich ook bevinden op een bestandssysteem dat is aangekoppeld zonder de NoSUID aankoppelingsoptie. Waarom dat is, weet ik niet, maar dat is waarschijnlijk een technisch detail van SELinux, dat die transities alleen kunnen gebeuren als SUID is toegestaan. Maar gewoon dat je dat weet, dat als jij wilt transitioneren op een bestand, dat bestand zich niet mag bevinden op een bestandssysteem wat is aangekoppeld zonder die NoSUID aankoppelingsoptie. Of actually is aangekoppeld. Even kijken hoor. Dit staat hier helemaal verkeerd volgens mij. Automatische roltransities kunnen plaatsvinden als een bestand wordt uitgevoerd. Maar dan moet het uit te voeren bestand zich bevinden op een. Bestandssysteem dat is aangekoppeld zonder een NoSUID. Ja, dat klopt. Dit klopt. En de vereisten. Er zijn een berg vereisten.
de bronentiteit moet handmatig van rol beveiligingsnaam kunnen veranderen. Dus er moet wel zo'n rol-allow-regel zijn ook. En aan de vereisten die eraan voldoen. Dus de vereisten die gelden voor de rol-toestaanregel zijn ook van toepassing dan op de automatische rol-transitieregel. De type beveiligingsnaam van de bronentiteit moet bestanden met het type beveiligingsnaam kunnen uitvoeren. Want de transitie gebeurt als het bestand wordt uitgevoerd. Dus je moet natuurlijk wel toegestaan een type van de bronentiteit. Je moet natuurlijk ook wel bestanden van het type van de bestandentiteit kunnen uitvoeren. Want als die dat niet kan, ja, dan kan je ook niet transitioneren. De type beveiligingsnaam moet geassocieerd zijn met de doelrol beveiligingsnaam. En ja, je begrijpt, dat heb ik uitgelegd, dat rollen associëren met types en identiteiten. En dus het type moet geassocieerd zijn met de doelrol. Want als die combinatie niet geldig is, dan gaat het niet door. De doelrol beveiligingsnaam moet geassocieerd zijn met de gebruikersbeveiligingsnaam. En dat is dan de andere kant van het verhaal. De rol moet geassocieerd zijn met het type en de rol moet geassocieerd zijn met de identiteit, oftewel de gebruikerbeveiligingsnaam. En hier is het sleutelwoord, dus roltransitie, hier is een voorbeeld van zo'n roltransitieregel. Hier zeggen we tegen SDN, oké, als een actieve entiteit met het type staff underscore t een bestand uitvoert met het type in het RC exact t, dan roltransitie, rolnaamtransitie van staff of... Oh, en dit is een fout. Dit is een fout. Dit is helemaal fout. Goed dat ik het even zie. Opnieuw. Hier vertellen wij SLinux dat als een actieve entiteit met een met de staff underscore r rolbeveiligingsnaam een bestand uitvoert met het type in het RC exact t, dat de rol automatisch moet transitioneren van staff underscore r naar sysadmin underscore r. Doelrol. Beveiligingsnaam. Oké, nou, even nog de types. Dus nog een hele berg. En dan ben ik er doorheen. Dus de eerste type handhaving, type verklaring. En die kan gebruikt worden om een nieuwe type beveiligingsnaam te verklaren. En die optioneel te associëren met één of meerdere bestaande type attribuutbeveiligingsnamen en of één of meerdere bestaande alias type beveiligingsnamen. Mits deze type attributen en alias type beveiligingsnamen lokaal zijn verklaard. Het is wel even belangrijk dat, dus je kan optioneel kan je die het type wat je nu hebt verklaard, kan je dan ook associëren met bestaande type attributen en alias types. Maar dan moeten die type attributen en die alias types wel lokaal zijn verklaard. En met SE Linux kan je modulair beleid hebben, dus verschillende stukjes beleid in verschillende bestanden. Maar als je dus in een type verklaring een attribuut wil associëren met een nieuw type wat je verklaart, dan moet die attribuut ook wel in datzelfde bestand verklaard zijn. Als die type attribuut in een ander bestand verklaard is, dan heb je een andere verklaring daarover nodig om die te associëren met het type. En daar gaan we zo op in. dus hier heb ik een paar voorbeelden. Sleutelwoord is type en alias, a.k.a. also known as. Twee sleutelwoorden dus. En hier heb ik een paar voorbeelden. Hier, undo. Hier verklaren we gewoon een nieuw type, staff underscore t. Met type na beveiligingsnaam. Hier verklaren we een nieuwe type beveiligingsnaam en associëren die direct met een bestaande lokale type attribuut beveiligingsnaam, user types.
Hier verklaren we een nieuw type beveiligingsnaam StuffT en associëren die direct met de Alias type beveiligingsnaam MyStuffT. En die is ook lokaal ergens verklaard. En hier doen we het alle twee in één verklaring. Dus een nieuw, we verklaren een nieuwe type beveiligingsnaam en associëren die direct met de MyStuff underscore T Alias type en die underscore user underscore types type attribuut beveiligingsnaam. Oké. Een andere type handhaving verklaring, de attribuutverklaring. Verklaar een nieuwe attribuut beveiligingsnaam. En dat is hetzelfde als de attribuutrol verklaring. Die verklaart eigenlijk gewoon een nieuwe attribuut type attribuutnaam. Anyways, een attribuut beveiligingsnaam kan worden gebruikt om type beveiligingsnamen met elkaar te associëren met een type attribuutverklaring. Daar gaan we dadelijk op in, type attribuutverklaring. Hier. Hierdoor zijn we in staat om groepen type beveiligingsnamen te besturen via de attribuut beveiligingsnaam in plaats van individuele type beveiligingsnamen. Dus het is dus weer hetzelfde als met die rol attribuut en attribuut roles. Het is makkelijk als je, naarmate je beleid complexer wordt, kan je gaan groeperen. Want verschillende rollen en types hebben gewoon dezelfde eigenschappen. Dus het heeft gewoon geen zin om dan individuele beleid gaan schrijven, want ze zijn allemaal in principe hetzelfde, ze hebben alleen een ander naampje. Ze hebben dezelfde eigenschappen, alleen een ander naampje. Dus dan kan je gewoon die attributen gaan associëren met die namen. En dan kan je die attributen gaan gebruiken om beleid te schrijven wat voor toepassing is op al die individuele namen. Sleutelwoord is attribuut. En in dit voorbeeld creëren we een nieuwe attribuut genaamd user underscore types. En dan heb je hier een type handhaving, type attribuutverklaring. En hiermee associeer je bestaande attribuutbeveiligingsnamen met één of meerdere bestaande type beveiligingsnamen. En dan hoeven die attribuut beveiligingsnamen niet lokaal te zijn. Dus die kan je dan, hiermee kan je een externe attribuutbeveiligingsnaam associëren aan een lokale bestaande type beveiligingsnaam. En dat, dat doen we dan hier ook. We hebben, hier associëren we de bestaande user types type attribuutbeveiligingsnaam aan de bestaande type staff underscore t. En hier associëren we twee bestaande type attribuut beveiligingstype namen aan de bestaande beveiligingstype naam. Type beveiligingsnaam. Op een gegeven moment wordt het allemaal een beetje vermoeiend. Al die officiële termen. Want in de praktijk zeggen we gewoon types, rollen en identiteiten. En dan gaan we niet elke keer zeggen type beveiligingsnamen en rollenbeveiligingsnamen en type attribuutbeveiligingsnamen. Maar dat is wel de officiële benaming in het Nederlands. Dus vandaar dat ik het probeer. Ik probeer het zo consequent mogelijk te houden. Oké, type handhaving. De type alias verklaring. Hiermee associeer je een bestaande type beveiligingsnaam met één of meerdere bestaande alias type beveiligingsnamen. En dan mogen die bestaande alias type beveiligingsnamen extern zijn. Die hoeven niet lokaal verklaard te zijn in de beleidsmodule. Sleutelwoorden type alias, type alias en alias. En hier heb je een voorbeeld. En hier associeer ik een bestaande type. Maak ik een alias van een bestaande type beveiligingsnaam.
En hier twee stuks. Dus dit zijn twee bestaande type beveiligingsnamen. En die twee maak ik een alias van Stuffy. Of Stuffy is also known. Ik zou hebben gemaakt a.k.a. Stuffy, a.k.a. also known as Old Stuffy en Older Stuffy. Oké. Volgende. Nog een type handhaving verklaring. Toegefelijk verklaring. Maar een beetje een rare vertaling. Permissive statement. Maak een bestaande type beveiligingsnaam toegefelijk. Submissive. Niet submissive. Permissive. Anyways. Wat het doet is, het handhaaft beveiligingsbeleid geassocieerd met het type beveiligingsnaam niet. Dus het handhaaft het beleid niet voor dat type beveiligingsnaam. Niet. Maar detecteert het wel. Detecteert indringen wel. Dus als je een bepaald type beveiligingsnaam toegefelijk maakt, dan wordt het beleid niet gehandhaafd. Voor dat type, voor entiteiten met die type beveiligingsnaam. Maar dan moet het wel een bronentiteit, de bron zijn in een interactie of operatie. Maar het print, het logt het wel. Dus mocht er zeg maar in het beleid niet gespecificeerd zijn dat een bron entiteit iets niet mag doen en dan doet het wel terwijl die toegefelijk is verklaard, dan laat SE Linux het toe, maar dan krijg je wel in de logs te zien, oké, deze entiteit heeft dat gedaan en hoewel dat in van het beleid niet mag, is het toch toegestaan. En dat is makkelijk voor ontwikkelen, hoewel ik het in de praktijk bijna nooit gebruik, omdat je toch altijd te maken hebt met meerdere partijen en als je een interactie hebt en de bronpartij mag bijvoorbeeld een bericht versturen naar een doelpartij, maar de doelpartij mag geen antwoord zoeken of antwoord versturen, dan kan het zijn dat de bronpartij alsnog faalt omdat hij geen antwoord krijgt en dat is dus een beetje moeilijk ontwikkelen dan. Anyways, het sleutelwoord is permissive, oftewel toegefelijk. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de staf _t het type beveiligingsnaam toegefelijk te maken, permissive. En dit is dan een bestaande type beveiligingsnaam. Hè. Dus geen nieuwe, dit is bestaand. En hiermee maak je toegefelijk. Oké. Nou, type handhaving, type transitieregel. Maar dit is een type transitieregels. Er zijn twee soorten type transitieregels. En enerzijds heb je een subject type transitie, dus een actieve entiteit type transitie. En anderzijds heb je een object type transitie of passieve type transitie regel. En dit is de actieve entiteit type transitieregel. En hiermee instrueer je SE Linux dat bronsubjecten met een bestaande type beveiligingsnaam automatisch moeten transitioneren naar een bestaand doeltype beveiligingsnaam als ze een bestand uitvoeren met een bestaand type beveiligingsnaam. Automatische type transities kunnen plaatsvinden als een bestand wordt uitgevoerd, mits het uit te voeren bestand zich bevindt op een bestandssysteem dat aangekoppeld is zonder de NoSUID aankoppelingsoptie. Dus hier weer die transitie die vindt plaats als er een bestand wordt uitgevoerd. Maar dat bestand moet dan wel ook op een bestandssysteem staan dat is aangekoppeld zonder de NoSUID optie. Want anders dan werkt het niet. En dan krijg je, dat is heel moeilijk om dat ook te troubleshooten, om dat op te lossen. Of nou op te lossen, om het te identificeren. Dus dat je gewoon weet, dat je dit gewoon weet, dat zodra er iets raars is, dat een transitie niet werkt. Dat je gelijk checkt, oké, is dat bestandssysteem aangekoppeld met NoSUID? En als dat wel het geval is, dan weet je ook gelijk waarom de transitie niet werkt. Als het niet het geval is, dan weet je dat je daar niet hoeft te zoeken en dat je iets anders, dat het fout gaat door iets anders. Maar gewoon dat je ervan op de hoogte bent.
Want ja, dit is best wel moeilijk. Als je dit niet weet, dan, dan is het heel erg moeilijk om erachter te komen waarom iets niet werkt. Anyways, de vereisten. De type beveiligingsnaam van de bronentiteit moet bestanden met het type beveiligingsnaam kunnen uitvoeren. Want de transitie gebeurt als je een bestand uitvoert. Dus dan moet je wel, de entiteit, de bronentiteit moet dan natuurlijk ook wel het bestand kunnen uitvoeren, anders kan die transitie niet plaatsvinden. De doeltype beveiligingsnaam moet geassocieerd zijn met de bronrol beveiligingsnaam. Ja, die combinatie, als jij transitioneert naar een nieuwe type, dan moet je huidige rol moet wel ook geassocieerd zijn met het doeltype. Want als die combinatie van rol en type niet geldig is, dan gaat het nog fout. En de rol beveiligingsnaam moet geassocieerd zijn met de gebruikersbeveiligingsnaam. Dus ja, de rol moet wel geassocieerd worden met de identiteit ook. Want als dat niet gebeurt, dan gaat het alsnog niet. Dus er zijn een hele hoop vereisten allemaal. En de type beveiligingsnaam van het uit te voeren bestand moet een ingangspunt zijn naar het doelbeveiligingsnaam. En dit het concept van ingangspunten, oftewel entry points. En toen we net naar de access vector keken voor file, toen zagen we daar de entry point permissie. En dat is een entry point, een ingangspunt, is noodzakelijk als je wil transitioneren van één type naar een andere. Dan moet het type van het bestand wat je uitvoert als je transitioneert, moet wel een ingangspunt zijn naar het type waarnaar je toe transitioneert. En dat doe je met een access type enforcement access factor rule. Ik kan even snel niet op het Nederlandse type handhaving toegangsvector regel. Dat is de vertaling. En hier het sleutelwoord voor zo'n type transitieregel voor subject type transitie, voor elke type transities is type transitie. En hier heb je een voorbeeld van zo'n subject type transitie. Dus hier vertellen wij ze Linux: oké, als een bron entiteit met de webadmin underscore t type beveiligingsnaam een bestand uitvoert met HTTP in het RC een exact type beveiligingsnaam, dan transitioneer het type van de bronentiteit naar het gespecificeerde type. En dat is dan in het RC in dit geval. Dus als een proces met dit type een bestand uitvoert met dit type, dan transitioneer van dit type naar dit type. Type handhaving, type transitieregel, object type transitie. Oké, dus dit is weer voor passieve entiteiten. Instrueer SE Linux dat bron subjecten met een bestaande type beveiligingsnaam automatisch moeten transitioneren van een bestaand type beveiligingsnaam naar een bestaand doeltype van bestand brontype beveiligingsnaam naar een bestaand doeltype beveiligingsnaam als ze een bestandssysteemobject creëren in een locatie met een bestaand type beveiligingsnaam. Klinkt heel ingewikkeld, valt best wel mee. Automatische type transities voor objecttypes kunnen plaatsvinden als er een bestandssysteemobject wordt gecreëerd. Bestandssysteemobjecten zijn bestanden, directories, link files, linkbestanden, links, soft links, symlinks, symbolic links, pipes, FIFO files, SOC files, character files en block files. En dat zijn ze denk ik zo ongeveer wel allemaal. Vereisten. De type beveiligingsnaam van een bronentiteit moet
bestandssysteemobjecten met doeltype beveiligingsnaam kunnen creëren. Want ja, de transitie gebeurt op het als het bestand wordt gecreëerd. Of als het, sorry, als het bestandssysteemobject wordt gecreëerd. Dus het moet natuurlijk ook wel, het type van de bron moet natuurlijk ook wel bestandssysteemobjecten kunnen creëren met het doeltype doeltype beveiligingsnaam, anders dan gaat het niet door. De type beveiligingsnaam van de bronentiteit moet toevoegingen kunnen maken aan de type beveiligingsnaam van de doellocatie. En hiermee doel ik op het feit dat als jij een bestand of een bestandssysteemobject creëert, dan creëer je dat in een directory. En een directory is eigenlijk een bestand met links naar de inode van de file. Dus links naar de locatie van het bestand of van het bestandsobject. Dus dan moet je natuurlijk ook wel die links kunnen toevoegen aan de directory bestand. Want als dat niet is, dan heb je die link niet. Dan kan je misschien de bestand wel of de bestand op systeemobject wel creëren, maar dan staat er geen link in de directory in. Zou je dat niet eens, dan zou je het niet kunnen vinden. Dus het is tweeredig. Je moet dan ook wel een ingang kunnen maken. Een toevoeging kunnen maken aan de directory. Oké, sleutelwoord type transitie. En hier heb je een paar voorbeelden. En hier zeg ik tegen SLinux, oké, als een bronentiteit, bronactieve entiteit met een type staff underscore t een bestand creëert in een directory met dit type, dan transitioneer van dit type, dus creëer dat dat bestandssysteemobject, die bestand, met dit type. Transitioneer van dit naar dit. En hier heb je er nog een, bijna hetzelfde, dus als een bronactieve entiteit met dit type een bestand, directory of een link creëert in een directory met dit type, dan transitioneer van dit type, type beveiligingsnaam, transitioneer van dit type naar dit type beveiligingsnaam, deze type beveiligingsnaam. En hier heb je een laatste, die zegt tegen SLinux, oké, SLinux als een bronentiteit met deze type beveiligingsnaam een bestand creëert in een directory met dit type beveiligingsnaam, dan transitioneer van dit type beveiligingsnaam naar dit type beveiligingsnaam, maar alleen als de naam van het van de doelentiteit, van het doelbestand, resolve.conf is. Dus de transitie geldt alleen als het te creëren bestand deze naam heeft. Anders niet. Is de transitie niet van toepassing. En dit is een vrij nieuwe functie. Heel handig. Maar ja, niet beschikbaar in wat oudere systemen. Oké, we zijn er bijna. Type handhaving. De toegang vector regel. Deze regel kan je gebruiken om te bepalen dat een of meer bronentiteiten met bestaande type beveiligingsnamen en gespecificeerde interactie kan hebben met en of kan opereren op een of meerdere doelentiteiten met bestaande type beveiligingsnamen en toegangsvector. En dit is een regel die heel veel gebruikt wordt. Alleen deze omschrijving is niet helemaal correct. Want deze regel heeft drie sleutelwoorden. De allow, don't audit of de audit allow. En alle drie van deze sleutelwoorden hebben een verschillende betekenis en worden individueel gebruikt. Dus ik heb hier drie voorbeelden. En dit is een allow toegang vector regel. En hier zeg ik tegen SLinux, oké, als een bronentiteit, actieve entiteit met dit type een bericht verstuurt, een message sendt naar een doelentiteit met dit type, dan staat toe, toestaan, allow. En hier heb ik een andere regel. En hier zeg ik tegen SLinux, oké, als een bronentiteit,
met dit type een bestand creëert met dit type, dan sta het toe, maar log het wel als het gebeurt. Want ik wil het wel zien in de logs, ik wil het wel terug kunnen vinden als het gebeurt. Maar sta het wel gewoon toe. En een laatste voorbeeld is dat je tegen SLinux vertelt, als een actieve entiteit, bronentiteit met dit type een bestand leest of schrijft met dit type, dan blokkeer, niet toestaan, maar log het niet. Want standaard blokkeert SLinux alles. Als je het niet impliciet toestaat, wordt het gewoon geblokkeerd. Maar alles wat geblokkeerd wordt, wordt wel gelogd. Dus als jij iets wil blokkeren, maar je wil het niet terugzien in de logs, dat als het gebeurt en het geblokkeerd wordt, dan kan je deze don't audit sleutelwoord kan je gebruiken. En dan kan je maar tegen SLinux zeggen van oké, blokkeer het stil. Ik wil het niet zien als iemand probeert om te lezen of te schrijven. Bestanden probeert te lezen of schrijven met dit type, dan wil ik het niet eens zien. Maar blokkeer het wel gewoon. Oké, dan zijn we er nou gewoon doorheen. Dit is gewoon de basis. En dan is dit hoofdstuk een praktijkvoorbeeld van wat we hebben geleerd. En dat is dan, dat moet ik dan nog doen. Maar ik heb al, ik heb het al eigenlijk al gedaan in een andere video. Maar dit hoofdstuk moet eigenlijk alle puzzelstukjes van wat we hier hebben besproken zo'n beetje op zijn plek leggen met een praktisch voorbeeldje. En dat ga ik dan binnenkort doen en maak ik dan een aparte video van. En dat moet dan zeg maar de verheldering bieden. Maar ja, ik denk dat als je de theorie, als je het een paar keer goed doorleest, dat je waarschijnlijk wel een hele hoop informatie, dat je een hele hoop van deze theorie wel kan plaatsen, eerlijk gezegd. En het is natuurlijk ook zaak dat je het gewoon probeert. Je mag gewoon een testsysteem hebben. En gewoon lekker mee spelen. Want dat is de enige manier om er echt mee thuis te raken. Dus om het gewoon te doen. Maar in ieder geval, dit is het dus gewoon. Dus ik kan het hierbij laten.